Allemaal hartelijk welkom bij eindelijk, durf ik wel te zeggen, hier een fysieke bijeenkomst van de KPB ISA. Mijn naam is Jan-Willem de Groot. Sinds januari in het bestuur, dus eigenlijk alleen nog maar voor de camera gestaan voor webinars. Dat maakt het extra mooi om vandaag met een man, 50, 60 en één dame uiteraard, weer bij elkaar te zijn. Het programma van vanmiddag ziet er als volgt uit. Zo dadelijk zal onze voorzitter Bas jullie allemaal welkom heten. Daarna zal ik kort een update geven over de huidige ETW-hercertificering. De regels zijn daar wat aangepast in verband met corona. En dan gaan we naar het hoofdthema van vanmiddag. Gaan we het hebben over het verplanten van grote bomen. En dan heel specifiek de methode zoals die wordt toegepast door Willy van der Vorst. Een paar aandachtspunten. We gaan, zoals jullie zien, we nemen de kennisbijeenkomsten tegenwoordig op, is de bedoeling. En vanaf maandag kan die terugbekeken worden op het YouTube-kanaal van de KPB ISA. Uiteraard laten we de looproutes en afstand houden en dergelijke in acht nemen. En denk om je handtekening op het moment dat je vanmiddag naar huis gaat en je wil in aanmerking komen voor de ETW-hercertificeringspunten. En tot slot, omdat we het opnemen, als er mensen zijn die vragen hebben, en dat is wat anders, misschien wat omslachtiger dan in het verleden, dan is het verzoek om straks de vragen te stellen bij de microfoon daar. Dus als er vragen zijn, met name denk ik als het gaat om de presentatie van Willy, dan is het verzoek om de vragen daar vandaan te stellen, dan worden die meegenomen. En mogelijk kunnen we de microfoon ook nog wel rond laten gaan, maar het probleem is, dan komt dat niet op beeld terecht. En dat is wel zo leuk voor de mensen die thuis laten kijken, dat ze zien wie de vraag stelt en wat het antwoord daarop is. Dan geef ik nu het woord graag aan jou, Bas. Nou, merci. Niks vreselijks, spectaculairs, maar even kijken, ja, wat mededelingen van het bestuur. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons bestuur willen komen versterken. Even kijken, misschien moet ik eerst nog eventjes zeggen wie er allemaal tot nu toe in het bestuur zitten. Jan-Willem natuurlijk. Michael, misschien kan je nog even opstaan. Die doet de social media. Annemiek, onze enige dame in het gezelschap voor de klimkampioenschappen. En Erwin, die zit aan de tafel, hebben jullie allemaal gezien. Kijk, maakt niet uit hoeveel tijd je eraan wil besteden. Als je iets wil doen, ben je natuurlijk van harte welkom. We hebben eigenlijk sinds dit jaar, einde vorig jaar, een geheel nieuw bestuur. Iedereen hartstikke enthousiast. Even kijken, wat er in ieder geval open staat is penningmeester. Dat wil dan natuurlijk zeggen dat je iets moet doen met de cijfers, met de kosten. Het lijkt heel spectaculair, maar het meeste wordt allemaal voor je gedaan. Maar je hebt als een bestuur een secretaris, een penningmeester en een voorzitter nodig. Maar het is niet, eigenlijk is dat denk ik wel een functie waar je het minst tijd aan kan besteden. Als je weinig tijd wil besteden. Ja, mijn functie, voorzitter, komt bij de volgende ALV, is die ook open. Dan heb ik het alweer 3 jaar gedaan. Is weer zo voorbij gegaan. En een willekeurige functie als je denkt, oké, ik heb een paar uurtjes. Ik wil wel iets doen. Vraag het aan een van de bestuursleden. Je bent van harte welkom natuurlijk. Ja, het is ja. Nou ja, vraag het vooral aan een van de bestuursleden, maar niet aan mij. Maar of ook aan mij, maar ook aan iemand anders. Even kijken, nieuws van de ISA. Misschien voor de mensen die nieuw zijn. De KPB is onderdeel van een wereldwijde club. ISA, International Society of Arboriculture. Een club van met 23.000 leden over de hele wereld. Ik geloof dat er 66, 67 verenigingen zijn over de hele wereld. En de grap is, vind ik dan, ik begin moest ik er niks van hebben,
Maar nu ben ik echt heel enthousiast. Al die verenigingen, die zijn allemaal, ja, net als wij, in een andere fase. Sommige zijn net nieuw, sommige bestaan al heel lang. Je kan echt gigantisch veel van elkaar leren. Als je dat leuk vindt, dan kan je daar ook iets mee doen als bestuurslid. Maar en dat proberen wij als bestuur ook te doen. Dat we eigenlijk van elkaar leren, ja, net als wat we hier doen. Eigenlijk, het is een, Willy is ook gewoon lid. Die vertelt ons ook dingen. We kunnen van elkaar leren. Verenigingen kunnen ook van elkaar leren. Dat is eigenlijk een belangrijk ding. Dus één mededeling nog. Voor de klimmers onder ons. Het is wel nagenoeg zeker. De volgende Europese klimkampioenschappen zijn in België. Volgens mij was het september. De datum weet ik nog niet zeker, maar het is in ieder geval België. Dus volgend jaar wereldkampioenschappen, die zijn in Zweden. Dus dat is ook voor iedereen een soort van dichtbij. En het ISA-ja-congres is ook in Zweden. Dus één keer in de zoveel jaar, dan is het niet Amerika. De ISA die heeft natuurlijk het meeste leden in Amerika. En één keer in de zoveel tijd proberen ze het wereldjaarcongres in een ander land te doen als in Amerika. Dus nou ja, dat is dan wel weer leuk. Precies. Zweden in ieder geval. Denemarken, ja, nou goed. In ieder geval, volgens mij Malmö, eentje is in Malmö. En die andere is net over de brug. Nou ja, zoiets. Scandinavië, laten we het zo. Dan ben ik altijd goed. Ja, dat was hem eigenlijk. Oh. Dankjewel, Bas. Dan heb ik een paar korte mededelingen, of eigenlijk een update. En ik weet niet in hoeverre jullie het al mee hebben gekregen wat de aanpassingen zijn voor wat betreft de ETW hercertificering. Zoals jullie allemaal weten, het European Tree Worker certificaat moet je 1 keer per 3 jaar verlengen. En die verlenging, daar zitten een aantal eisen aan verbonden. Dit kunnen jullie allemaal nog rustig teruglezen als je straks de YouTube, op YouTube deze uitzending zeg maar terugkijkt. Je moet 24 van de afgelopen 36 maanden actief zijn in het vak. Je moet bewijs van kwalificatie van eerste hulp moet je kunnen overleggen. Ik denk allemaal bekende zaken. En de belangrijkste natuurlijk is het bewijs van deelname over die 3 jaar, over die 36 maanden van minimaal 30 uur. En in de regel hebben we het dan over 30 punten, zeg maar, die je moet behalen. Dat ligt natuurlijk in handen van de ERC, de European Arboriculture Council. Er zit nog een voorwaarde aan, is dat van die 30 punten moeten er minimaal 4 op basis van ziekten en aantastingen en 6 veiligheid bij werken aan bomen. We hebben natuurlijk een bijzondere periode achter de rug en we zitten er nog deels in. En op basis daarvan heeft de ERC besloten dat er een paar aanpassingen plaatsvinden. Eigenlijk een soort tegemoetkoming om toch je punten te kunnen halen. En dat geldt voor iedereen, zoals hier staat aangegeven, waarvan het ETW-certificaat verstrijkt op 31 december 2019, 20, 21 of 22. Dus als jullie een certificaat hebben en dat verloopt op een van deze jaartallen, dan kom je hiervoor in aanmerking. Het is ik heb het geprobeerd om het heel eenvoudig samen te vatten in een tabel. Het komt erop neer dat ze zeggen het coronajaar 2020 heeft geen gevolgen gehad voor eventuele opleidingstekorten als jouw certificaat 2019 verloopt, 12-2019. Dan moet je gewoon die 30 uur zeg maar halen. Maar in 2020 is dat met 5 uur zeg maar gereduceerd, verminderd. 2021, 2022 ook als je certificaat dan verloopt. En vanaf 2023, dus waar het jaartal 2020 niet meer invalt, moet je weer terug naar die 30 uur. We zullen het ook nog uitwerken en zorgen dat het op de website wordt aangevuld, zodat het voor iedereen ook nog terug te lezen is. Maar dit is eigenlijk op hoofdlijnen de wijziging die door het ESC is doorgevoerd en die dus geldt voor iedereen met een ETW-certificaat dat verloopt op de genoemde data. Ik weet niet of hier nog vragen over zijn. Voor deze bijeenkomst
Voor dit soort bijeenkomsten kun je natuurlijk je ETW-hercertificeringspunten krijgen. Hetzelfde geldt ook voor de webinars. Dat is ook iets nieuws, dat tegenwoordig dus webinars ook in aanmerking komen voor punten. En dat was in het verleden niet. Dus mooi, als daar geen vragen over zijn, dan gaan we snel door naar de hoofdact van vanmiddag. Zo zullen we dat dan maar noemen. En ik nodig graag Willy uit om naar voren te komen. Goedemiddag. Goedemiddag, Willy. Neem je aan die kant van de tafel plaats? Kijken of het geluid niet rond gaat zingen. Willy, welkom. Jij bent, we gaan het ook een beetje doen in een gesprek, hè, vanmiddag. Ja, helemaal goed. En voor de mensen die jou niet kennen, kun jij iets meer vertellen over wie is Willy en wat doe je zoal met bomen? Ik ben Willy van der Vorst, opgeleid als hovenier op de Sierteeltschool in Eindhoven. In 1978 begonnen bij Heidemeij Bomendienst. Hier in het gebouw hiernaast zat er nog. Nou, in 84 zelfstandig geworden. En in, met inderdaad steeds meer passie voor enorm grote bomen verplanten. We hebben toen in de, voor de Heidemeij in 80 hebben wij de Boenische Garden Show in Mönchengladbach helemaal gemaakt. Daar hebben wij gigantische bomen verzet. En dat was voor mij echt een eye-opener. En dan kom je daar met een dieplader aan en er ligt een dikke linde op. Praat ik echt over zoiets. En waar moet je komen staan? Ja, hier, alleen 3 meter hoger. Hè? 3 meter hoger. Nou, er werd er wat gebeld en gedaan. En dan komen opleggers met zand aan. En dezelfde avond stond die boom 3 meter hoger. Maar dat is op zijn Duits, hè? Dat was wel geweldig. Maar goed, en ik heb in 2003 heb ik een systeem ontwikkeld om sneller grote bomen te verplanten. Dus dat wil zeggen, vooral goedkoper. Kijk, de BSI en Nationale Bomenbank deed het ook al langer. En eigenlijk is het ongeveer hetzelfde systeem. Alleen ik gebruik geen lier, ik gebruik geen rakettechniek, ik gebruik kettingen. En ik versleep ze met rupsgraammachines. Afhankelijk van de grootte van de kluit, de grootte van de boom, de sterkte en de grootte van de kraan. Het gaat tot 80 ton toe, ooit 130 ton per kraan. Maar daarmee kan je dus veel sneller werken en dus goedkoper. Voordat je al je kruid verschiet, Willy, want we hebben nog de hele middag. Ja, ja, doen we. We hebben nog de hele middag. Ik ben bij jou op bezoek geweest in Zomeren, hè, want daar zit je bedrijf. Ja. En toen zei je, ik wil jou meenemen naar een plek bij deze treurbeuk. En dit is de eerste boom die je ooit hebt verplant op deze manier, hè? Ja, dat was de eerste boom in 2003 of 2004, precies weet ik het niet meer. Maar die stond op een plaats waar een nieuw bejaardenhuis gebouwd zou worden. En de eigenaar die was bevriend met Van den Berg in Sint-Oederode en die had die boom verkocht aan Van den Berg. Maar het bejaardenhuis is van de gemeente, dus van ons allemaal samen. Dus ja, jongens, dat kan toch niet? Dat is openbaar bezit. Dus ik bied aan om dat ding te verslepen. Ja. We hebben een kort filmpje gemaakt. Daar gaan we naar kijken. Ja, ja, dit is dus de eerste boom die ik ooit versleept heb. Ja, als poging om een boom te behouden. De boom was verkocht aan Van den Berg, Instituut de Rode. En het was een publieke boom, dus gewoon van de gemeente. Dus ik heb gezegd van nee, dat ding verslepen we wel. Nou, en dat is in 2004 gebeurd. En je ziet hoe fantastisch mooi dat de boom staat te groeien. Hij ziet er inderdaad prachtig uit. Dus een hele succesvolle verplanting geweest. Nou ja. Ja, dat blijkt toch. Nee, kijk, wij deden dat toen nog met bredere platen. Ja. En nog ingazen, want dat was, je moet alles ingazen, want de wortels moeten bij elkaar blijven. Nou jongens, als je gaat slepen, die gazen dondert er meteen af. Binnen een meter is het eraf. Dus daar zijn we vlug mee opgehouden. Maar goed, het is wel succesvol verlopen. Mooi. Uiteindelijk, zeker wel. Mooi. Nou, ik vind, we gaan nog naar een film kijken. Die film duurt een 9,5 minuut. En dat is van een verplanting die heeft plaatsgevonden in Weert. Ja, daar wil ik wel iets van vertellen. Ja, voordat we gaan kijken. Voordat we gaan kijken. De gemeente Weert die had daar uitbreiding van zijn industrieterrein. Daar stonden boerderijen. En bij sommige van die boerderijen stonden best grote bomen. Essen met een stamomvang van 3,60 meter. Ja, daar praat je echt wel over zijn jongens. En contactpersoon van de gemeente Weert van de Bomenstichting die was er ontzettend fel op gegaan. Jongens, die bomen moeten behouden blijven. Misschien zijn het wel de grootste essen van Nederland. Nou,
En die is met mij in contact gekomen en daar ik met de gemeente. En ik zei van, ja, dat moet kunnen. Geen probleem. En dus de verplanting is ook perfect verlopen. Niks mis mee. Behalve dat de gemeente daarna de grondwaterstand met een meter verlaagde. En dat is natuurlijk desastreus voor bomen. De bomen zijn niet dood, nog steeds niet. En ze doen het nog steeds. Alleen dat is natuurlijk funest voor een boom. Vandaar, nazorg is bij zo'n project altijd heilig. Maar als de gemeente zonder te overleggen die grondwaterstand verlaagt... ja, dan hebben die oude bomen hebben het heel zwaar. Maar ik zeg nogmaals, ze doen het nog steeds. Ja, nou dat hele project is vastgelegd in een video van nogmaals ruim 9 minuten. En ik denk dat het goed is om daar eens naar te kijken. Daar zie je ook de techniek in terug die jij toepast, zeg maar. Ja, daarna kunnen ze een deel vragen stellen, toch? Absoluut. Dus geniet van het volgende filmpje. Ik kom ook even bij zitten. Nee, niet best lang. De gemeente Weert ontwikkelt in de oksel van de snelweg A2 en provinciale weg N275 bedrijventerrein Kampershoek 2.0. Bij het bouwrijp maken van dit terrein is veel aandacht besteed aan cultuurhistorie en archeologie. Een vijftal essen en een linde die bij de verkaveling in de weg stonden, zijn op vakkundige wijze verplaatst naar een nieuwe locatie op het bedrijventerrein. Het voor Nederland unieke karakter van 5 essen dicht bij elkaar is op de nieuwe locatie gehandhaafd. De gemeente Weert is in 2014 uitgeroepen tot groenste regio van de wereld. Om deze reden is er veel aan gelegen verstandig om te gaan met dit cluster van essen, waarvan de leeftijd op circa 100 jaar wordt geschat. De 5 essen en 1 krimlinde worden versleept naar hun nieuwe standplaats aan de Heerweg, richting Randweg Noord. Wanneer men deze grote bomen zou moeten compenseren qua zuurstofafgifte en zuiverend vermogen, moet men zeker 3 hectare met bomen van 3 jaar oud beplanten. Dat zijn maar liefst 6 voetbalvelden. Uiteindelijk is die oplossing veel duurder dan de bestaande bomen verslepen. De 23 meter hoge boom bij Heerweg 19 is de grootste van de 6. Met een stamomtrek van 3,6 meter, zelfs een van de dikste van Nederland. De klus begint met het schoonzuigen van de oppervlakte. Alle puinresten worden door een grote stofzuiger opgezogen. De wortels van de boom worden rondom helemaal vrijgemaakt door de reusachtige rupskranen. De bomen worden onder leiding van Willy van der Vorst Groenprojecten uit Zomeren verschoven. Hij heeft daar een speciale techniek voor bedacht. Voordeel van zijn systeem is dat alle wortels behouden blijven. Eerst onderzoekt hij hoe en waar de boom geworteld is. Zodra dit in kaart gebracht is, gaan de werkzaamheden beginnen. Nadat de grond rondom de bomen is weggehaald, kunnen de kranen er kettingen onderdoor zagen. De kettingen worden eerst onder de kluit getrokken en zo wordt stukje voor stukje de boom aan de onderkant vrijgemaakt van de ondergrond. Onder de wortels door, op ongeveer 1 meter diepte, worden staalplaten getrokken. Door middel van een zware graafmachine wordt de boom met kluit op de staalplaten door een gegraven sleuf van ongeveer 8 meter breed naar de nieuwe standplaats getrokken. De kettingen worden aan stalen platen gekoppeld die dan onder de boom door worden getrokken. Per boom kunnen het aantal platen verschillen. Onder deze S worden 13 platen met een lengte van 14 meter onder de kluit getrokken. Als alle platen eronder zitten, wordt het spannend. De volgende fase, het verslepen, wordt nu voorbereid.
De platen worden via stevige stalen kettingen aan een dwarsbalk de evenaar aan de ene kant gekoppeld. Aan de andere kant worden de stalen kettingen aan de grijparmen bevestigd. Het gaat beginnen. De kettingen staan strak. De motoren van drie grote krachtige kranen beginnen luid te ronken en hun brede rupsbanden grijpen zich vast in het zand. De drie grote kranen met een totaalgewicht van 170 ton verplaatsen de ongeveer 200 ton zware S. Langzaam komt de zware boom inclusief kluit in beweging. Hij is op weg naar zijn nieuwe standplaats, ongeveer 300 meter verderop. De kluit heeft een oppervlakte van 140 vierkante meter en een dikte van zo'n 1 meter. Daar zit ook het meeste gewicht in. De kluit weegt in dit geval zo'n 190 ton. De boom zelf weegt 10 ton. Er wordt een weg gebaand om de boom voor te trekken. Per boom heeft men ongeveer 2 tot 3 dagen nodig om hem te verplaatsen. Nu de boom op zijn nieuwe plek staat, worden er één voor één de stalen platen onderuit getrokken. De wortels worden nu weer bedekt. De grond krijgt nog wat extra voedingsstoffen toegediend. De
omgeving wordt netjes in orde gebracht, zodat het industrieterrein Kampershoek 2.0 er uitnodigend en bouwrijp bij ligt. De bomen staan inmiddels allemaal op hun nieuwe plaats, klaar voor de volgende 100 jaar. Wat een project, Willy. Ja, ik kun je voorstellen vanuit mijn opleiding, zeg maar, is dit niet een methodiek die ik vaak tegen ben gekomen? Nee. Is dit uniek wat je doet? Is dit, Of dat uniek is, dat weet ik niet. Ik ben niet zo vaak bij collega's gaan kijken. Dus dat weet ik niet. Maar ik zeg nogmaals, ik ben gewoon opgeleid daarin. En ik zit al vanaf mijn 12e jaar mijn wortels en mijn zand te vroeten. En ja, ik heb dat zo bedacht. En het werkt bijzonder succesvol. Ja. Zullen we dat proces eens helemaal zo eens doorlopen? Ik heb een projector. Je had een aantal foto's had je geselecteerd. En die beschrijven ook het hele proces. Hè? Normaal gesproken, als je een verplanting gaat doen, dan neem ik aan dat er eerst een soort voorbereidend onderzoek komt. Een haalbaarheidsonderzoek. Hoe pak je dat aan? Nou, dat doe ik wel altijd. Hè. Dat is ook een eis die ik stel. Van, ik wil met een mini-graver gaan graven. Ik wil zien wat er in de bodem plaats zit. Waar de vaste bank zit. Waar het grondwater zit. Waar de wortels zitten. En dan zeg ik of het wel of niet kan. En als ik dan zeg dat het kan, dan kan het ook. Hè? Ik heb een paar keer heb ik een boom afgekeurd. Omdat het pakket veel te hoog was. Het werd veel en veel te zwaar. Of er zat heel veel beton onder. Nou ja, dan kun je niet snijden met die kettingen. Maar over het algemeen gaat het goed. Het project dat we net zagen, waar je natuurlijk hoog grondwater hebt, dat is dat, neem ik aan, vrij eenvoudig? Dat is vrij eenvoudig, maar hoog grondwater is niet altijd even prettig. We hebben het tegenwoordig meegemaakt dat wij enorm grote zilvervlinders, die waren we aan het verschuiven, al de platen onder zitten, de balk ervoor, en we gaan eraan trekken. Jongens, wat gebeurt er? De kranen gingen de grond in en de boom bleef staan. Dus er is een enorme hoge kostenpost wat er dan bij komt. Want dan kan je een paar opleggers drechtlijnskotten laten komen, waar die kranen dan opstaan en dan zo toch weer die bom verschuiven. Het is wel succesvol verlopen, maar dat is wel iets waar je... daar moet je wel rekening mee houden met zoiets. Kun je ons eens meenemen in die hele voorbereiding? Wat bepaalt voor jou of het wel of niet haalbaar is? Heeft dat ook met... Hoe bepaal je de afmeting van de kluit bijvoorbeeld die je gaat verplanten? Ja, nogmaals, dat doe ik met een mini-graver. Ik begin... Stel dat je een boom hebt van 60 centimeter doorsnee, nou, dan begin ik op een meter of 4-5 afstand begin ik te graven. Nou, als ik daar al wortels tegenkom, stop ik. Maar zit ik daar nog niks, dan ga je dichter naar de boom toe. Dus kan je kluit kleiner zijn. Want het is nou eenmaal zo, hoe rijker de grond, hoe minder verder die boom moet wortelen. Hoe armer de grond, hoe verder weg die zit. Dat zijn wel logische dingen eigenlijk. Maar, nou, en dan is het zo dat wij er op die maat... gaan we hem dus helemaal vrijgraven tot de vaste bank toe. Geen wortelschade of nauwelijks wortelschade. De dikste wortels die we eraf halen zijn misschien 2 centimeter doorsnee. Nou, maar dan wordt je zo helemaal vrijgegraven rondom. Daar wordt dan een ketting in gelegd. En dan met 2 kranen die je wel moet aansturen. Ja, we gaan zo dadelijk nog even op de techniek verder inzoomen. Okay. Maar want ik ben wel benieuwd. Die grote bomen die we net zagen. En er staat hier een enorme beuk waar we zo doorheen gaan lopen door deze presentatie. Maar... normaliter moet je misschien wel 3 of 5 jaar van tevoren, of 3 jaar van tevoren, wel gaan voorbereiden. Nee, ik doe nooit geen voorbereiding. Hè? Het is zo dat ik met mijn mini-graafje ga kijken of het kan. En als het kan, kan het. Klaar. Want het is meestal, zijn het haastprojecten. Meestal hebben ze een of ander bouwproject bedacht. Dan moeten huizen komen of dan moet er weg komen. En niemand gaat buiten kijken. En dan gaan ze het buiten uitzetten. Shit, er staat nou een boom. Dat is meestal de praktijk. Nou, en dan word je erbij geroepen en dan kan het ook. Snel. Betekent dat ook, als ik jou goed begrijp, dat er projecten zijn waar misschien heel veel bureaus zeggen, nou ja, wij moeten voorbereiden. De haalbaarheid schatten we in op nihil of laag. En dat jij zegt, maar ik durf het wel aan. Ik durf het wel aan, ik doe het. Ja, zeker. Dat komt straks ook nog voorbij. We hebben afgelopen najaar, met kerstmis, hebben we dus in de pastorietuin in Zomeren, hebben dus een 100-jarige kastanje versleept. Waar onze collega... Doet er niet toe, maar een collega... Doet er niet toe. Die heeft daar onderzoek gedaan. Boom-effectanalyse. Nee, boom is niet verplantbaar. Hm. Nou ja, boom staat er keurig niet bij. Ja.
Nou, dat is denk ik ook wat ik bedoel. Als je in onze opleiding leren we voorbereiding, haalbaarheidsonderzoek. Ja, want hij moet nieuwe worteltjes maken, want die kluit moet compact blijven. Oké, nou eens even een beetje wennen aan deze beredenatie. Maar we gaan eens kijken naar deze beuk. Want inmiddels, je hebt met de minigraver dat voorbereidende onderzoek gedaan. Ja, nou kijk, en dan komen de grote kranen en dan ga je dus op de maat van de kluit dat we onderzocht hebben. Kijk, je ziet hier wel een paar kleine worteltjes zitten die we geraakt hebben. Nou ja, maar dit wordt de maat van de kluit. Kijk, want ga je hem groter maken, de zand valt er toch vanaf. Want het is zo, de wortels houden die grond vast. Je kunt wel gaan ingrazen, maar zand heeft allemaal geen zin. De wortels houden die bodem vast. En je moet zorgen dat die bodem ook vochtig genoeg is. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja. Als die grond keurig droog is, gaat het ook fout. Ja, en we zien hier ook eigenlijk een hele mooie scheiding tussen de teelaarde en wit zand. Dat wordt ook dan de breuklijn, zeg maar? De wit zand of de geel zand is grover van korrel als de zwarte grond. En dat is altijd de weg die de ketting volgt. Of je nou hoger in staat of lager in staat met de ketting, gaat altijd op die scheiding. Ja. Oké. En kun je iets ons vertellen over dit project? Was dit ook een project met een boom op een grondwaterprofiel of een hangwaterprofiel? Nee, dit is een grondwaterprofiel. De grondwater staat erg hoog. Ja, dat kun je daar ook wel zien. Het is ook een hele platte kluit. En aan de achterkant, waar dus die hoge bult zand ligt, nou, dat is nog een meter of 10 vandaan, want de scheiding ligt eigenlijk hier. Ik heb met mijn minigraver heb ik de platen aan de achterkant je dus gestuurd, omdat je er verder niet bij kon. Nou, en dan is het zo dat je die platen eronder doortrekt. Ja, en dat is hier al gebeurd dan, op deze foto? Nee, hier is dat al gebeurd. Okay. Je ziet hier aan de kettingen liggen en aan iedere ketting zit een plaat vast. Want dat is wel grappig, je kunt nog steeds niet door de grond kijken, hè? En dan ben je bezig met je platen en die moeten daar en daar komen liggen. En als je klaar bent, zie je niks. En zo liggen er toch onder. Nou, dan wordt er bij de volgende wordt hier dus je balk neergelegd. Maar je ziet daar die minigraven staan, dat we achter ontzettend weinig ruimte hadden. Ja. En kom je dan in de praktijk, en dat is misschien bij bomen op een grondwaterprofiel niet zozeer aan de orde, maar op een hangwaterprofiel kan ik me voorstellen dat er ook een aantal wortels, echt de waterdragers, penwortels, dat is iets wat je gewoon ondervindt tijdens je werk? Maak je niet mee. Daar zijn we allemaal door opgevoed. Hè? Bomen maken penwortels en die gaan tot de Chinezen. Ik heb het nog nooit gezien. Nee. Echt niet. Eigenlijk het hoogste wat ik meegemaakt heb, dat is een klus in Eindhoven. Daar zaten ze 2,20 meter diep. En dat is echt het maximale wat ik ooit heb meegemaakt. Maar je loopt er dus nooit tegenaan dat je je platen niet onderdoor kan krijgen? Want je hebt met de ketting, dat red je met de ketting eigenlijk altijd. Dat is iets wat je met de ketting altijd redt. Tussen aanhalingstekens, we hebben in Gorinchem een paar grote lindes verzet. En onder één boom kwamen we niet onderdoor. We begrepen er helemaal niks van, maar het wou maar niet lukken. Zijn we aan de andere kant begonnen, dus de zaak omgedraaid. En toen lukte het wel. Waarom en hoe, weet ik nog niet. Ja. Ik ga er ook niet opengraven om te kijken wat er zit. Jongens, begin aan de andere kant en als het dan wel lukt, vind ik het goed. Misschien was die op een bunker geplant. Weet u, ja, of een betonnen paal. Ja. Kijk, Gorinchem is ontzettend oud. Dus ja. Oké, dus nu zitten de platen eronder en daar liggen allemaal korte kettingen, zo te zien? Ja. En die korte kettingen maken we vast aan die evenaar. Dat noem je een evenaar? Ja. Dat noemen we, ja. Ja. Dat is een soort H-balk. Dat is een M300. Oké. Okay. Voor de insiders die... Ja, en ik hoorde net ook iemand vragen, de platen die waren 14 meter bij het vorige project, maar hoe dik zijn die platen dan? Nee, die platen zijn door ervaring en onderzoek, zijn we erachter gekomen van 1,2 millimeter, dat is de juiste dikte. En 80 centimeter breed is de juiste breedte. Dus helemaal aan het begin zei je volgens mij dat je hele brede platen gebruikte vroeger, dat werkte dan niet? Nee, dat werkte niet, want die kreeg er niet meer onderuit. Die boom die bleef meegaan met die plaat. Ah, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Kijk, je moet dat zo zien. Ik heb afgekeken van het working floor systeem in vrachtauto's. Hè? Als al die platen van die working floor naar buiten gaan, gaat heel die massa die erop ligt, gaat mee. Trek je die platen één voor één terug, blijft de massa liggen. Ja, ik zie een vraag achter van Erwin. Maar kun je bij de microfoon komen, Erwin? 12 millimeter, sorry. Ja. Je hebt gelijk. Ja, dat was een vraag inderdaad. Hoe dik de platen waren en die zijn inderdaad... 12 millimeter, 1,2 centimeter. En dan is het toch wel zoiets zo dat we ze kapot trekken. Hè? En dan is
Kijk, de platen zijn 7 meter lang. Dat was, bij deze boom was dat voldoende, maar dat project op Campus Hoek was 14 meter lang. Maar dan maak je 2 platen aan elkaar. Ah ja. Oké. Okay. Ja. En dan komt die grote balk, wordt er voor aangebracht. En kun je ons eens meenemen wat we hier zien? Ja, hier zie je dus dat al die platen zitten dan vast aan die korte kettingen. En die maak je dus vast in die evenaar. Nou, en dan ga je dus met de kranen trekken aan die 2-2-sprongen. En als je dan sterk genoeg bent, gaat het zaakje mee. Ja, en als je niet sterk genoeg bent, dan moet je een kraan erbij huren. Zo simpel is het. Oké, okay, ja. Nee, er blijven natuurlijk wel van verrassingen in dit verhaal natuurlijk, hè? Nee, het is zo als we... kijk, ik noem de snijkettingen, die is natuurlijk een stuk langer, waar je met 2 kranen aan snijdt. En die ketting gebruik je ook om de platen eronder door te trekken. Maar dan is het zo dat je eerst de kranen recht tegenover elkaar zet, dat je zeker weet dat de ketting op de juiste plek ligt. En dan trek je daar een plaat onder door, maar op die plaat leg je weer een volgende ketting, want anders ben je die ketting kwijt. Ja, dus een klein beetje verhaal, die zitten wel bij je daar op de juiste manier. Ja, en dan wordt er in dit geval door 2 kranen getrokken. Ja. Maar je kunt daar dus ook meer dan 2 kranen voorzetten of 1 kraan. Of 1 kraan, ja. Alles is wat dat betreft mogelijk. Als je kleinere bomen hebt die je versleept. Hè? Want verslepen is natuurlijk altijd beter voor de boom als oppakken. Het aan alle tijden. Dus ik heb ook wel zo'n kleine boompjes die je gewoon met een wielkraan van 20 ton versleept. Ja. Gaat fantastisch. Gewoon door de zwaartekracht, de druk wil je op de bodem houden. Dat is je theorie. Kijk, en dan praat altijd iedereen van, die boom die valt om, want deze boom is ook 25 meter hoog. Maar ja, die kluit is dermate zwaar en groot. Nou, daar ben ik nooit bang voor geweest. Nee, we zien dat je er niet bang voor bent. Je staat toch een beetje als een soort schipper, sta je op een schip, sta je toe te kijken, zeg maar, van hoe het zaakje in beweging komt, inderdaad. Nou, we hebben natuurlijk best wel... Kijk, ik ben begonnen met staalkabel. Nou, dat duurde geen uur. Hè? Het was daar over en uit. Nou, dan ga je met kettingen werken. En dan zoetjes aan. Dan denk je van, nee, jongens, we moeten toch iets anders doen. Hebben we onze... Een van de eerste grote klussen was in de Efteling. Bij Joris aan het Raak staat een fantastische eik te groeien. Maar daar is zand, hè? Dat is bosgrond. Dus dat is arme grond, dus een grote kluit. En daar stonden wij met 3 kranen aan 1 ketting te trekken. Maar dan zat ik aan de zijkant te kijken. Ik heb nooit geen personeel bij, hè? Want al mijn poppetjes moet ik er niet bij hebben. En dan springt zo'n ketting, die hoor je knappen en je ziet het niet. Zo snel gaat dat. Dat is echt om te schrikken. Maar als je juist de afstand bent, is er niks aan de hand. Nee, een kabel gaat slaan. Een ketting die blijft keurig op zijn plek. Die valt in een hoopje terug. Klaar. Nou, die hebben we opgezocht. Maar dat wil wel zeggen, bij het volgende project ga je naar zwaardere ketting toe. Want je wilt er niet meemaken. Dat is vervelend. Ja, absoluut. Ja. Ja, het lijkt me niet zonder risico's inderdaad. Nou nee, maar deze kettingen zijn nog nooit gebroken. Die gebruik ik al 10 jaar. Top. Ja. Top. Was er een vraag nog uit de zaal? Ja, niet meer. Okay. Niet meer, nee. De vraag is al beantwoord. Oké, okay, en dan komt het hele geheel komt in beweging. We hebben hier trouwens nog een detailopname van hoe dat bevestigd wordt. Dus dat zijn die korte kettingen die direct aan de platen zitten, hè? Ja. En waar is het einde van de plaat? Of kijk je nu op de plaat? Nee, dat is allemaal modder. Allemaal modder, oké. Okay. Het is zo, die plaat zit hier. En omdat je kluit zo groot mogelijk wil houden, hebben we hier... Ja, dan moet je een klein beetje graven met een schop om bij de plaat te kunnen. Ja. Maar er zitten gewoon een paar ogen in. En er is een grote haak, een zonder veiligheidshaak. En die maak je dan aan die plaat vast. Ja. Oké, okay, en dan komt het geheel in beweging. En hier zien we dat die al... Dit was de plek waar die stond, hè? Dus hij is nu net in beweging gekomen, de beuk. Nee, hij is er niet verschoven. Nee. Ja. Ja, de vraag is of er dus een heel traject, zeg maar, al uitgegraven wordt. Ja, dat deed ik in het begin wel. Hè? Daar allemaal uitgraven. Uiteraard zoals toen in de Efteling hebben we daar gedaan. Enorm kanaal gegraven. Maar tegenwoordig is het zo dat we dat niet meer doen. En die boom gaat gewoon mee omhoog. En de boom die valt niet makkelijker.
Tenminste, ik heb dat nooit meegemaakt, dat is omvallen. Nou, 45 graden heb ik gedaan. En dat is onvoorstelbaar stijl. Dat denk ik zelf ook, als het allemaal goed gaat. Maar dat is keurig gegaan. En het is ook bij bomen die 150 jaar oud zijn. Hè? Zo'n dikke kastanjes. 45 graden omhoog. Een boom blijft gewoon staan. Was geen knotwilg, hè? Nee, kastanje zei ik toch. Paardenkastanje. Hartstikke scherp. Goed zo. Ja. Mooi. Nou, en hier, als je deze foto zo ziet, dit gaat rakelings langs dat huis. Dus je moet er inderdaad wel aardig zeker van zijn. Dat is natuurlijk ook een van die dingen in het vooronderzoek. Het hele traject, zeg maar, bepalen. Ja. Ja? Want je kunt er wel willen verplaatsen, maar het moet ook allemaal ruimte zijn bovengronds. Nee, uiteraard doe je dat meten. En dan uiteraard doe je dat met de klant overleggen. En het past. Nou, het past. Eigenlijk hoef je meters over te houden. Ik bedoel, als je niet de kant 20 centimeter overhoudt, is genoeg. Ja. En hier hebben we de eerste 10 meter erop zitten. Ja. En je ziet dat die kluit perfect heel blijft, hè? Niet voorbereid, nooit niks aan gedaan. Nee, dat was gezond, hè? En als je rupskraan er 3 keer overheen rijdt, heb je geen gras meer, hè? Nee. Ja, dit zijn 52 tonners. Bodemverdichting waar de boom komt staan, doen we altijd losmaken. Voordat we opslepen is zo dat de trekkende kraan maken die bodem tussen de kraan en de balk in los. Altijd. Dat is een goede vraag. Zeker goed. En het traject daarna, het is maar wat die man met die tuin doet. Verder. En een capillaire opstijging is natuurlijk ontzettend belangrijk voor zo'n grote bomen. Maar dat moet in stand gehouden blijven. Daar heb je gelijk in, dat zou kunnen. Maar omdat wij meestal op zand werken, is die kans niet zo heel groot. Hè? Kijk, als je op de klei werkt, is dat natuurlijk veel erger. Dat het meteen verslemt, denk ik. Hè? Nee, daar kun je niks aan doen. Nee, want dat zit eronder en het is klaar. Tenzij je daar grover maakt, hè? Daar je een paar kuub maaszand erin gooit, bij je spreken. Beluchtingsmachine? Ja, als je door die ketting wordt ook wel los, heb je gelijk in, ja. Ja, zeker. Oké. We zijn bijna bij de woning. En hier is het huis al voorbij, zo te zien, hè? Ja. En dit is zijn nieuwe plek. Kun je ons, waar was dit overigens? En hoe lang is dit geleden? En kun je iets meer vertellen over hoe het nu met de boom gaat, zeg maar? Het is een beetje donk op de Oranjelaan. Dit is de oude burgemeesterswoning van vroeger. Ik heb een beetje donk gewoond. Dus, beetje donk, ja. Ja, beetje donk. De boom staat er perfect bij. De bomen die er naast stonden, die zijn inmiddels overleden. Waardoor, dat weet ik niet. Kijk, ik kom er toch regelmatig langs omdat mijn familie daar woont. En dan denk ik van, hè? Mijn boom doen we prima en die bomen die er stonden. Oftewel, die zijn weggehaald, dat weet ik niet, waarom niet. Maar deze staat er... Nee, zeker niet. Het is toch een vraag die ik moet stellen, want je begon er zelf straks over van, het is ook goedkoper. Dan ben ik wel eens benieuwd, wat kost het nou het verplanten van zo'n boom? Dit 8000 euro. 8000 euro. Ja, dat zijn wel andere bedragen dan... Voor een verplanting waar je gaat tillen met telekranen en... Ja, dat kost klauwen mijn geld. Dit kost 8000 euro en daar heb ik... voor mijn gevoel heb ik daar genoeg aan verdiend. Laat ik zo zeggen. Ik wou zeggen, nou komt ie. Ja, oké. Okay. Wat zegt u? 2. Het is een verplanting van 2 dagen geweest, oké. Okay. Zijn er mensen die vragen hebben over deze specifieke verplanting? Nee, snoeien is verboden, hè? Nee, ik ben nu naar bijna na zo'n water voor
Daar gaan we wel een waterhandel mee maken, die heb je goed. We geven water met oppervlaktewater. We gaan zelf, of de klant, die gaat kijken met een guts of de kluit droog is of vochtig genoeg is. Dan laat ik de klant een paar keer zien. Nou ja, dat weet die klant dat. Het was een particulier, dus je wilde graag zelf doen. Nou, dat is prima gelukt. En we geven alleen maar oppervlaktewater. Nooit geen grondwater, want het is veel en veel te koud. Dan gaat die boom zeker de pijp uit. Het water moet warm zijn, dat moet van een goede temperatuur zijn, zo moet ik het zeggen. Voldoende en dan is het wel zo dat ik er altijd wel een kuub of 10 compost bij gooi per boom. Het is een mooie dikke laag half gecomposteerde houtsnippers, waar de fijne fractie uit is. Dus je moet wel mooi luchtig blijven en dat is extra voeding geven voor de boom. En dat werkt over het algemeen prima. Niet onder de kluit. Onder de kluit doe ik wel van DCM, Vivifos, dus fosfor. En Vivisol, dat is gewoon bodemleven, extra bodemleven erbij strooien. Ik heb dus nooit onderzocht of dat wel of niet erg veel effect heeft, maar ja, voor die €35. Dat kon er nog net af. Ja. Willy, je triggerde ons wel met een vraag. Wat zeg je? Nee, niks. Nergens voor nodig. Dat komt uiteindelijk omdat je dat hele pakket hebt geplaatst. Juist. Kijk, als wij bomen tillen, dat doen we natuurlijk ook vaak genoeg. Hè? Dat je bomen tilt, of terwijl die leg je op de dieplader en ga je transporteren, natuurlijk moet je die bomen vastzetten. Dat is natuurlijk logisch. Maar dit, wat zo blijft staan op zo'n kluit, nee, dat is echt niet nodig. Snoeien is verboden, zei je? Snoeien is verboden. Kun je dat toelichten? Dat gaan we toelichten. Onze bomen die maken met zijn eerste nieuwe blad in het voorjaar zijn eerste nieuwe wortels. Die twee dingen horen bij elkaar. Als jij gaat snoeien, ga je in principe jong schot verwijderen. Dus kan je veel minder nieuwe wortels maken. Dat is mijn overtuiging, hè? Maar je moet toch het verlies aan wortel... Nee, ben ik niet met u eens. Als de boom, nogmaals, we hebben geen wortels verloren. En als we wel wortels verliezen, dan maakt die boom het jaar erop kleiner blad. Maar wel overal. En dat telt. Hij moet overal kleiner blad maken en dan zijn we dik tevreden. Wordt niet gesnoeid. Het compenseren, dat doet hij zelf wel, hè? Ja. Als dat fotosynthese is, dan maakt hij wortels aan. Op het moment dat er te veel water gevraagd wordt, of dat er te weinig water is, dan zorgen die huidmondjes van dat blad wat er dan is, die zorgen zelf ervoor dat dat die afgesloten wordt. Daar hoef je niet voor te gaan snoeien. Nee, dat moet je niet gaan snoeien. Ja, je maakt allemaal wonden die je allemaal moet genezen. Kost allemaal energie. Niet secundair, zeg maar, als je ziet gaande het seizoen dat hij niet kan bolwerken, dan blad-oppervlak wegnemen. Nee, dan zou ik als oplossing, als ik zie dat het niet helemaal goed gaat. Uiteraard komt er wel eens ooit voor dat het niet helemaal happy is. Nou, dan hangen wij bijvoorbeeld boven in een boom een sproeier in. Die dus iedere uur of iedere 5 minuten 1 minuut sproeit. Dat alleen vernevelt, dat blad vochtig wordt. Dat water komt niet op de grond. Dat blad vochtig wordt en daarmee doe je de verdamping tegengaan. En stimuleer wel de groei. Een vraag hiervoor aan. Kijk, omdat dit in dezelfde tuin is, de grondwater staat voor en achter precies hetzelfde. En er is ook niks aan gewijzigd. En is, normaal gesproken is het ook zo dat het ook nooit gebeurt. Maar daarom weer, was ik achteraf, ben ik daar best van geschrokken. Ze hebben voor die industrie die daar komt, hebben ze dus de grondwater verlaagd. Nou, en dat was voor mij, ja jongens, we hebben hier nou dat gedaan. Dan kennen die bomen niet tegen. Maar ja, dat was het kwaad al geschiet. En er wordt ook niemand teruggedraaid, hè? Ja, moet je aanpassen met water geven. Maar dat is nog niet zo eenvoudig voor de enorme essen die daar stonden. Hè? Als je dat nou vooraf al geweten had, wat had je daar dan aan kunnen doen? Dan had je die verplant. Had je dat niet gewoon overkleed in de meter laag kunnen zetten? Dat is een optie. Ja. Maar toen zat het water er nog. Nee, waarschijnlijk blijft het zo.
meter lager, dat blijft, want dat hebben ze voor de industrie gedaan. Maar het is wel zo, als je ze een meter lager gaat zetten, dan heb je weer met een heel hoop gronduitwisseling te maken. Want er zit eigenlijk maar 80 centimeter goede grond op. Hè? Maar dat was fantastisch mooie grond daar aan Weert. En betekent dat ook dat je een bovendien kan verzetten van een grondwaterprofiel naar een hangwaterprofiel? Dat heb je goed. Dat is een groot risico. Niet kan verzetten, vind ik, maar dat vraagt dan veel meer nazorg. Ja. Ja, maar kijk, het is sowieso het verhaal dat je, dus die bomen moet je altijd op dezelfde grond laten staan. Hey, je kunt niet zeggen van, hij staat nou op hele arme grond, zoals toen daar een Efteling. We zullen eens een paar opleggers zware klei er naartoe brengen, dan gaat hij zeker groeien. Dat is natuurlijk een fout idee, dat moet je natuurlijk nooit doen. Je kunt de bestaande grond verrijken, maar je moet er nooit beter, je moet er nooit geen andere grond aan toevoegen. Die biotoop in die bodem is toch ontzettend belangrijk voor zo'n boom, dat hij hetzelfde blijft. Ja, we gaan nog één vraag. Je ziet bij heel veel beplantingen altijd in het bestek ook staan, bodemverbetering, bomengrond erbij. Maar u zegt eigenlijk, laat ze op dezelfde grond zijn en een beetje compost erbij. En... Ik doe er best wel veel compost bij. En als wij... Als wij je terrein van tevoren mogen verbeteren, dan doen we dat ook. Maar dan wordt er dan gewoon uiteraard compost opgebracht. Vaak 20, 30 centimeter dik. En daar wordt met een spitmachine doorgewerkt. En dan kan je alles op planten wat je wil. Dat is heel goed mogelijk en dat moet je ook vooral doen. En nooit geen dierlijke meststoffen, hè? Dat moeten we ook vergeten. Hè? We gaan naar een volgend project kijken. En dan, Onze voorzitter wil een vraag stellen. Ja, die kan ik niet weigeren natuurlijk. Niet op de bodem, daar strooi ik bij de wortel vooral fosfor. En fosfor verplaatst zichzelf niet door de bodem heen. Hè? Dus dat moet je aan de wortels aanbrengen. Hoe doe je dat dan? Gewoon met de schop. Strooien. En dan rij je daarna die plaat weer uit. Dan zet je hem op de plek, plaat eruit. Platen eruit en dan strooi ik die fosfor erbij. Rondom. Rondom, hè? Oh, rondom. Rondom ja. en ook per laagje, hè? Ja. Ik heb dat bij paardenkastanjes meegemaakt, heb ik het daarna onderzocht. En ja, dan kwam je 2 maanden daarna en dan zit je op de rand van de kluit te graven met je schop. En het was 1 bar van de witte worteltjes. Zo ontzettend veel. Nou, en dan komt puur door je fosfor. We gaan naar Eindhoven. De TU, het TU-terrein. En dat wil ik doen aan de hand eerst van een kort filmpje wat we denk ik 2 weken geleden daar hebben opgenomen. Nou, dit is dan mijn mooiste verplanting ooit. Deze 3 eiken tegelijk verplant. Ja, met 5 grote graafmachines aangetrokken. Geschat gewicht 600 ton. Toenmalig, het is nu 11 jaar geleden. En je ziet hoe fantastisch mooi dat ze erbij staan. Vooral omdat wij toen gezegd hebben, ik wil 5 jaar nazorg. Want de nazorg is daar wel bijzonder essentieel voor de hergroei van die hele grote bomen. En hebben gekregen, inmiddels doen we hier nog steeds het onderhoud. En ja, de bomen staan er geweldig mooi bij. We staan hier dus bovenop een parkeerdek. Letterlijk in de kroon van de eik. En we gaan gelijk door, want dit is de situatie van 2 weken geleden. Maar ja. Er hebben we ook een kort filmpje van, denk ik, 2 minuten over hoe de verplanting destijds is uitgevoerd. En dit was in het jaar... 2010, dus 11 jaar geleden. Kijk, je zag net al dat er ontzettend veel platen onder zitten. Er zitten er 28 platen onder. Dit is absurd, toch? Maar het is wel goed gelukt.
Ja, nog twee. Ja. Oh, ja, hè? Nee, de kluit is hier, bij de stam waar je net zag, 2,30 meter hoog. Ja, dat was deze. Ja. Dat is dat het oog toch uitgebroken is. Ja. Ja, eerlijk of eerlijk, of niet? Ik kan er wel nul verhaal aan hangen, maar. Oh, 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 oh. De kraan daar aan het trekkerwagen stond jij daar gewoon een meter vandaan. Ja? Ja, luister, als die ketting tegen mijn kop maar slaat, met of zonder hadden, ik geloof niet dat het veel uitmaakt. Is dat ook de reden dat je zonder personeel dat doet? Ik doe ja. Gewoon zelf? Ja, dat klopt. Zonder personeel, want we moeten er geen pottenkijkers bij hebben, want nee. Ja. Iedereen. Maar goed, het is wel een puntje, denk ik. Het is voor de mensen hier in de zaal. Helm, veiligheidskleding, dat hoort er natuurlijk wel bij, hè? Ja, ja. Zeker. Absoluut. Houden we er snel over op. Maar ja. Ik hoorde van hoe hoog was de kluit? Je zei 2,30 meter. 2,30 meter was deze. En wat was de reden specifiek voor dit project dat je 2,30 meter mee moest nemen? Omdat ik alle worsten mee wil nemen. He, ik ga altijd op onderzijde van de kluit. Er gaat er niks vanaf. En... Hoe weet je de vrijgraaf met de minigraaf, hè? Gewoon zoeken eerst. Ja, dus dit had je wel in het voortraject al helder? Dat had ik al in het voortraject helder. Ik had gedacht om dat met die drie groene kranen te doen. Dat was een 80 tonner en 62 tonners. Ja. En toen waren we bezig en toen aan de schoof je 10 centimeter en toen hield zich mee op. En ik denk van ja, ik ga die kluit toch niet kleiner maken, want dan moet ik een wortels af gaan halen, dat wil ik niet. En dan ben ik in België gegaan en ik had binnen 2 uur 52 tonners erbij. Ja, dat zijn indrukwekkende machines, hè? En dat zijn indrukwekkende machines die, ja. Nou, en diezelfde kranen waren s'avonds ook weer terug naar huis. En dat kost wel wat natuurlijk, maar het is natuurlijk wel... Ja. Want deze bomen zijn verplant over wat voor afstand? 80 meter. 80 meter, en dat heeft een paar dagen dan geduurd? Nee, 1 dag. Dus 1 dag, s'morgens begonnen, s'middags... Nee. Kijk, we zijn 2 dagen bezig geweest om al die platen rommel te krijgen. 1 dag okay. Vrijgraven, dan doe je maar 1 kraan. De tweede dag komt de tweede kraan erbij, gaan we die platen rommel doortrekken. Ja. Nou, en dan de derde dag, daar heb je al de kettingen eraan zitten en dan ga je trekken. Ja. En dan 5 van die grote machines. Heb je enige indicatie van het gewicht? Misschien werd het gezegd, heb ik niet even gemist. Het was 1,80 tonner, 2,60 tonners en 2,50 tonners. Ja. Nee, het gewicht van de kluit is geschat tussen 500 en 600 ton. Want dan, ja, dan ga je meten, maar dan loopt schuin omhoog. En ja, dat kun je wel precies uitrekenen, maar boeien, als het lukt, lukt het. Ja. ik denk dat het ook onmogelijk is om dit soort bomen überhaupt, denk ik, te verplanten door te tillen dan. Is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Nee, is niet mogelijk. Dat gewicht, dat krijg je niet de lucht in. Even hier vooraan. Nou, hoe is dat verloop, zeg maar, van verplaatsen naar in de loop der jaren? De verplantschok. Ja. Bij deze drie eiken was het zo dat ik er pas later achter kwam. Want aan de achterzijde, waar je dus kon zien hoe hoog die kluit was, daar stonden 2 bungalows en daar kon ik geen onderzoek doen. Dus dat was een beetje vervelend, maar ja, er was allemaal geen tijd voor, dat mocht niet. Die huizen werden afgebroken en meteen daarna moest ik die bomen verzetten. En nou bleek dat onder die huizen, die stonden op een plaat. Die hadden dus geen fundering, die stonden op een plaat. Omdat er vroeger was daar een ven geweest. En daar zaten die eigenlijk in met zijn wortels. En daarom was die diepte zo enorm. En na de nieuwe plek, 80 meter verder, was geen ven. Dus die nazorg was nog intenser. En we hebben daar, ik heb daar bij deze 3 bomen heb ik... Na 2 jaar was ik niet helemaal tevreden hoe het erbij stond. En hebben we gewoon in één keer 70 kuub compost bij gedaan. En die compost die zorgt ervoor dat het water beter vastgehouden wordt. Dat het bodemleven beter werkt.
Dus dat de bomen beter groeien. En dat is, ja, nou ja, dat gaat over het algemeen, gaat het perfect. En jij zegt oppervlaktewater, maar met zulke bomen moet je echt serieus water geven. En dan maak je dan een vijver of zo, of iets. Uitstoot. Ah ja, dat moet er dan wel zijn. Gewoon een keer gebeurt, toch? Het is gewoon zo dat ik dus een loonwerker in huur heb ik bij dit project gedaan. Hè? Die met een gierton, met ketsplaat, hè? Zit 30 kuub. Nou, ik zat er maar bij, blaas het ding maar leeg. Ik laat er niet bij stromen, ik sproei er overheen. Okay, dat is een belangrijke nuance, dat doe je standaard? Dat doe ik niet standaard, want het kan vaak niet. Hè? Als je naast de weg staat of bij huizen, ja, is dat een beetje lastig. Hè? Maar bij dit project kon dat wel en dan is meteen het water weer op betere temperatuur en zuurstofhoudend. Nee, dat kan niet. Boom zijn 25 meter hoog, hè? Zo komt de gier erom niet. Gewoon over de grond, ja. Zo'n giertje. Ja. Ja, en dat werkt goed. Nee. Maar als je van oppervlakte water rijdt, is dat toch op prima temperatuur? Ja, ja, altijd oppervlakte water. Dat doe ik ook. Dan hoef je niet te sproeien, bedoel ik? Nee, dan hoef je niet te sproeien, maar bij die sproeien heb je een betere verdeling. Denk ik dan. En dat het dan overal netjes in de kluit zakt. Ja, ja. Nee, niet van één kant uit, dat hebben we ook gedaan. Dat is van twee kanten uit, doen we dat dan. Ja, dat klopt. Kan je iets zeggen over de kwaliteit van de compost? Wij gebruiken daar half gecomposteerde houtsnippers voor. 3,15, 5,15. Waar de fijne fractie uit is, hè? Dat is heel belangrijk. Van Niersel of van de oude? 1 minuut 2. Waarom de fijne fractie? Dan slaat die niet dicht als er een keer een zware hagelbui, zware regenbui komt. Dan heb je kans dat die compost dichtslaat en dan heb je weer geen zuurstofuitwisseling. Dus vandaar die fijne fractie. Fijne fractie, wat bedoel je ermee? Is dat gezeefd? Dat is gezeefd, ja. Heb je fijne fractie, is eruit. Hè? Kijk, want als je dus natuurcompost hebt waar je door de grond heen mag werken, dan praat je over 0,15. Het is van 0 mm tot 15 mm groot. En dit is van 5 mm tot 15 mm groot. Ja, dat heb je gezien bij die drie eiken. Dat staat volledig in de beplanting. Heb ik vooraf geëist, 5 jaar nazorgen. Want 3 eiken tegelijk verplanten had ik nog nooit gedaan. Dat vond ik best wel een risico. Ik heb op die plek 13 grote bomen verzetten. Die het allemaal fantastisch mooi doen. Maar het is wel helemaal tuin. Het is het enige stukje van het TU-terrein in Eindhoven wat volledig beplant is. Die tuin is 8000 vierkante meter groot. Daar werk ik per jaar geen 20 uur in om het schoon te houden. Ja, dat kun je met grasland niet halen. Hè? Grasland moet je iedere week maaien. Hè? En dat is veel slechter voor al onze bomen. Je hebt een aantal favoriete onderbeplantingen. Ja. Dat heb ik me al gemerkt. Tenminste, op de projecten waar we geweest zijn, zag ik wel hetzelfde terugkomen. Ik plant onder bomen heel erg vaak aan Hedera colchica arborescens. Het is de grofbladige Hedera, die niet klimt. In principe niet klimt, want nou zag je ook wel dat je toch wel Een beetje eigenwijs is. Ja. En dan heb je nog bijvoorbeeld Symphytum is een hele goede bodembedekker. Walsteinia is een goede bodembedekker. Maar ik werk altijd met bodembedekkers, ja. Want hier stonden oorspronkelijk volgens mij 4 eiken bij elkaar. Hè? En uiteindelijk, ja, heb je besloten om eentje niet mee te nemen. Ja. Misschien kan ik het filmpje nog een keer laten zien zonder het geluid, Jos. Dan kun je dat misschien nog even, dat kan ik wel even aangeven, toelichten. Ja. Als ik het verkeerde filmpje. Even kijken hoor. Zou die nu moeten beginnen, ja. Ja, het is lastig zo te zien. Nee, maar hier zie je dat, ja. Dus het zijn er Kijk, er zijn er 3 en daar stond er in feite nog eentje achter veilig. 4. Maar daar heb ik toen niet aangedurfd. We hebben er namelijk bronnering op moeten zetten. En dan is het al bijzonder lastig om aan één kant te bronneren en dan toch alles droog te krijgen. Ja. Want Eindhovense grond is dan helemaal niet zo'n fijne grond om in te werken. Het is overal of moer of klei of leem, maar het is alles. Deze 3 bomen heb ik toen verplant voor €45.000. En het project totaal was 65, geloof ik, maar dan heb ik 13 bomen verzet. Is na het verplanten van deze eiken is dan de parkeergarage gebouwd? Ja, daarna. Dus, maar ja, dan, ik denk dan van, is er uiteindelijk dan bij de bouw nog iets van de kluit afgehaald? Nee,
Want daar ben ik bij, hè? Ja, maar ja, ja. Nou, nee. Uiteraard zit je bij die bovenvergaderingen en heb je overleg. Er is een nieuw gebouw gezet daar op de parkeerplaats. Op de parkeerplaats stonden diverse grote eiken die we er allemaal hebben weggehaald. En de parkeerplaats die er nou gekomen is. Nou ja, dan moesten deze verwijken en een grote S. Die hebben we dus ook verzet, maar met al die bovenvergaderingen ben je gewoon bij. Daar hebben we gewoon goed overleg over. En dat gaat ook prima. Ja, nee, dat geloof ik wel. Maar wat wij nu zien weten is dat de drie prachtige eiken staan. En eigenlijk kort daarna, na de laatste twee stammen, zie ik ineens een parkeergarage. Ja, omdat vroeger daar die twee bungalows stonden. Oh, die stonden op die plek. Die stonden op die plek. Hij stond niet op die plek, maar wel tegen die bomen aan. Dus onder die bungalows hadden die eiken geen wortels. Nee, ja, precies. Ja. Een vraag hier links vooraan. Maak je ook afspraken met de opdrachtgever over als het niet lukt of als het tijdens het proces niet meer haalbaar is? Of, we noemden net risico dat je die vierde boom dan niet gaat verplanten. Is dat dan een risico dat je die aanslaat op de volgende plek? Want er zit natuurlijk wel een heel groot risico met veel kosten en grote machines. En slaan ze wel aan, slaan ze niet aan? Nee, nogmaals, als wij van tevoren onderzoek doen met een minigraver, wat netjes afgerekend mag worden, dan weet ik of het wel of niet lukt. Ja, maar daarin is nog steeds toch, dat het niet kan lukken. Nee? Nee. Bij ons wel, maar bij Willy niet. Nee, sorry, ja. Ik heb al meegemaakt dat bomen het niet halen, maar dat komt dan door andere oorzaken. Nou, daar gaan we het zo dadelijk op inzoomen. Ja, daar gaan we zo dadelijk even op inzoomen. We hebben in een hoek, ja. Ja, is er een vraag hier voor? Of, dat gaat toch niet? Hoe moet je dat compenseren, die drie eiken? Nee, dat weet ik ook niet. Het zijn behoorlijke bedragen, hè? Ja. Veel gemeenten die zeggen, als je plant bomen met drie jaar nazorg en heenvoergarantie. Je voorstellen en zeggen, we zijn zeker dat die boom aanslaat. Ja, maar... Ja, maar dan doe ik niet moeilijk over. Het gaat wel of het gaat niet. En als ik zeg dat het gaat, dan gaat het. En ik heb... En ja, nee, ik heb wel eens ooit een opdracht teruggegeven. Dat ik een dag bezig was en ik zeg van sorry, hier heb je de opdracht terug. Ik neem mijn verlies, ik neem de kranen mee naar huis en ik ga naar huis. Want het was heel anders als wij van tevoren bedacht hadden. Dat is wel degelijk ooit voorgekomen. Maar dan geef ik die opdracht terug. Dan zeg ik van jongens, ik stop ermee. Want dit gaat niet lukken. We hebben het in Eibergen meegemaakt, daar heb ik een joekel van een noot versleept. Nou, die stond gewoon op een vuilnisbelt. Terwijl het bodemonderzoek door erkende bedrijven uitwees dat er humeuze grond was en er zat wel wat grind in. Dat was gewoon één grote vuilnisbelt waar het ding op stond. Ik heb er fietsen uitgehaald en tanks. Wat ze... Ja, daar ben ik wel bezig kijken. Ik heb natuurlijk een vooronderzoek gedaan en heb ik gezegd... Toen heb ik er niet aangetroffen, nee. Je kunt altijd voor verrassingen komen te staan in het werk zelf. Dus ik denk dat jij ook bedoelt, wat je straks ook zei, een boom waar je de ketting niet onderdoor krijgt, onverklaarbaar soms. Even kijken, ik heb twee vragen hier vooraan nog gezien. Zit er nog verschillende boomsoorten of niet? Ja, nee, heel veel. Heel veel. Eiken, beuken, essen, daar doen we allemaal niet moeilijk over. Ik denk een fijnspar best lastig is. Kersen, dat zijn lastige dingen. Lindes, notenbomen, polonia's, die kan je bijna met blote wortel verzetten. Ook al zijn ze zo groot. Dus er zit wel degelijk verschil in. En waarom zijn dat lastige bomen? Kersen? Ja, die maken geen compacte kluit. Die maken her en der een dikke wortel en is het. Ja, en fijnspaar geldt hetzelfde. Fijnspaar die gaat naar beneden toe met een dikke wortel. En dan zijn gewoon lastige dingen. Zeg je hiermee eigenlijk ook dat deze methodiek voor een heleboel boomsoorten prima toepasbaar is, maar dat je voor andere boomsoorten misschien wel naar die traditionele manier van verplanten toe moet? Nee, kersen is altijd lastig. Ook al doe je dat traditioneel, ook al doe je die oppakken, dat blijft lastig. Zonder meer. Polonia's, bij wijze van spreken, daar doet iedereen zo moeilijk over, want het is een vleesige wortel. En dat groeit altijd aan. We zien natuurlijk ook in andere, met name in Spanje, ontwikkelingen waar heel veel bomen volledig grote bomen naaktwortelig verplant worden.
Misschien interessant om ook een keer uit te nodigen. Voor mij zat Gerard Passola, ja. Even het goed zeggen, die dat op grote schaal doet. Herkenbaar. Als je nou vaak in het seizoen als het dan zit, doe je dat ook? Als? Op het moment dat het mei is, durf je dan ook niet aan met deze methode? We hebben in juli rode burger verplant, voor een blad. Dat is mijn vraag, met blad, doe je het ook? Ja, geen probleem. Het is wel zo dat we dan wel wat doen van tevoren. Hè. Dan gaan we er wel met een hoogwerkertje langs op en ik trek er een heel mooi blad af. Stroepen, ja. Maak hem zijnat. Dan gaan we verslepen. Maar als je de keuze hebt, lijkt me niet dat de periode is wat de voorkeur heeft. Of nee, zeg je? Nee. Nee. Liever niet. Liever in de winterperiode. Vooral omdat de bodem dan vochtiger is en dan altijd makkelijker is. Maar ik proef in jouw verhaal ook iets. En als ik het verkeerd heb, moet je het zeggen, Willy, dat... Dat jij, bij een paar bomen hebben we ook geweest en je zegt van ja, als ik ze niet verplant had, waren ze gewoon omgezaagd. Ja. Het zijn vaak situaties waar binnen 2 weken de boom weg moet of 3 weken, want iedereen is er ineens achtergekomen, er staat een boom midden in ons bouwproject. Ja. En dan deins je nergens voor terug eigenlijk. Als ja. Het en we hebben meegemaakt, 3 jaar geleden in Weert, dat is dood en doodzonde. Dat heb ik ook gezegd, maar dat was een project van Helvoort, die heeft er aangenomen. En ik heb tegen de leiding gezegd, tegen Tom Faber, ons al kent. Ik zeg, Tom, opdracht teruggeven. Stop ermee, want het gaat niet goed. Al die ambtenaren staan erbij. Nee, dat moet door. Want het huis is verkocht, de grond is verkocht. Dat moet door, oké. Nou zijn we 3 jaar verder en de boom is weg. En dat is dan ontzettend jammer. Dan denk ik van ja... Een zomerijk. Ja, ik heb dat artikel inderdaad wel eens gelezen. Ja. Dat is gewoon hartstikke jammer. Terwijl ik wel gezegd heb, stop ermee, want het gaat niet goed. Ja, en wat was in dat geval dan voor jou het breekpunt? Om te zeggen dat het werkt niet? Omdat wij de platen er niet onderdoor kregen op de juiste manier. En waarom? Omdat de bodem, daar is die ontzettend leemhoudend. Die was zo ontzettend droog dat die leem er waren gewoon van zo'n kluiten. Die kreeg je mijn voorhamer niet kapot. Ja. Nou, dan komt die plaat ook niet erin. Ja. Dus had eerst heel veel meer water opgemoeten en dan had het wel gelukt. Ja. Maar die tijd was er niet. Ja. Ik wil eens inzoomen op een stuk nazorg. Het belang van nazorg. Is dat iets wat je standaard aanbiedt? Ja. Voorwaarden, juist. Ik heb het wel eens ooit gedaan in de beginperiode. Een bouwonderneming gaat de flat bouwen in Eindhoven en dan moet een rode beuk verplant worden. Ja, doe ik wel even. Ja, nazorg doen we zelf wel. Mm-hmm. Even een maand later rij ik er langs en hebben ze een bouwweg aangelegd over de kluit heen. Ja, jongens. Gaat de boom dood. Maar dat is iets wat nog van elke dag is. Particulier waar je een boom verplant, die man of mevrouw zegt misschien ook, ik geef zelf water, want dan hebben we die beukzagen. Daar kom ik regelmatig voorbij natuurlijk. Daar kan ik niet in de gaten houden. Maar ik heb in het Nadelbos heb ik ook grote bomen verplant. Nou, daar kom ik niet elke dag. Nee. En dat Wiesel, dus een Eiberg en Haaksberg, hebben ook diverse bomen verzet groter. Daar kom ik ook niet elke dag. Dan moet ik vertrouwen op die hovenier die daar de zaken in de gaten houdt. Ja. We maken even een bruggetje naar, je hebt hem al een paar keer genoemd, de pastorietuin in Zomeren. Je staat hier voor een, misschien kun je iets, we gaan zo het filmpje kijken, een kort filmpje van voor mij een half minuutje. Maar ik denk dat je er op voorhand al wat een en ander over kan vertellen. Dit heb je afgelopen winter gedaan, dit project. Ja, hè? Kerstmis. Kerstmis. Ja. Terwijl wij allemaal aan het kerstdiner zaten. Daar heb je hier de paardenkastanje, 100 jaar oud. Die stond op een zogenaamde Calvariberg. Ze was in het katholieke zuiden... Hoe noem je dat? Een Calvariberg noemden ze dan. Vroeger, ik ben niet zo goed in... maar het heeft een bepaalde betekenis in het geloof. En die boom die moest daar weg, want dan kwamen 4 bungalows. En huizen zijn belangrijker als bomen, dus ja. Nou, en volgens een collega bedrijf wat een BEA heeft uitgevoerd, was het niet mogelijk die boom te verplanten. We hebben er de kraan die werd geleverd vrijdags. Zaterdags heb ik de zaak ontgraven rond de boom. Maandags hebben we verplant. Maandagavond waren de kraan aan huis. Maar dit was een, begrijp ik het goed, dit was een situatie waarin de boom eigenlijk gekapt zou worden? Ja, die zou gekapt worden. Oké. Okay. Ja, nou, we gaan het filmpje... En dan ben je 8.500 euro verder, dan heb je toch steeds een prachtig boom staan. Afgelopen kerstmis verplant hebben, in 1 dag tijd, halve dag voorbereiding. En de volgende dag hebben we hem versleept hier naartoe. De boom stond 60 meter die kant op. En als je ziet hoe mooi groen dat die is, er is geen nazorg gepleegd. De eigenaar wou daar niet, dat vond hij niet nodig. Er is geen nazorg gepleegd, we hebben alleen bodemverbetering gedaan. En als je dan ziet hoe groen dat erbij staat ten opzichte van de kastanjes ernaast, die langer staan,
Nou, dat ziet er keurig netjes uit voor het eerste jaar. Kijk, het gaat over die groene, hè? Die boom is het, hè? Dan ga je daar naartoe. Kijk, en daar zijn bestaande kastanjes, hè? Die gewoon kanariegeel erbij staan. Maar die... En dat komt voornamelijk dat we dus hier in dit plantgat hebben wij echt, ik geloof, van 15 kuub compost erin gewerkt. Maar keurcompost die uitgewerkt is, die je door de bodem mag verwerken. Hè? Nee, want daar is de bodem verdicht. Dat is een ander probleem. Nou, maar de eigenaar die wilde dat niet doen. Had je wel beloofd. Dat staat ook in het rapport dat dat moet gebeuren, maar je doet het niet. Nou, dat is, ja, dat is tegenwoordige tijd, hè. Dan kreeg ze tekenen iets en later gebeurt het niet. Dat is kei jammer. We hebben denk ik een heleboel hele succesvolle verplantingen gezien. Maar ik kan me ook voorstellen dat er verplantingen mislukken. Zoals dat bij iedereen denk ik wel eens gebeurt als je een project uitvoert. Heb jij ook van die voorbeelden? We hebben net gehad over eik en weert. Ja. Wat bijzonder jammer is. En oh ja, ik heb het net ook al genoemd, die beuk in Eindhoven, dat die eigenaar van die flat, je bouwonderneming, daar een puinweg overheen legt. Nou, daar kan die beuk niet tegen. Nee. Dus die boom is ook doodgegaan. Maar dat ligt dan aan zich niet aan de verplanting. Nee. Die verplanting is goed verlopen. En verder denk ik niet dat ik sterfgevallen heb. Nee, ik kwam een artikel tegen in Boomzorg van 2020. Misschien ken je het ook wel even. Planten van grote bomen niet altijd succesvol. Ja, dat heb ik ook gelezen, dat artikel. Ja, en dat gaat ook specifiek over, ik heb helemaal geen idee of dat specifiek over projecten van jou gaat, maar in het algemeen. Maar staan inderdaad, er zijn een aantal projecten, met name in Brabant ook, nagelopen. En als je dat zo leest, daar zie je dat best wel wat bomen ook conditioneel wat verminderd zijn. En ik vroeg mij af, herken jij dat? Of heeft dat met een gebrek aan nazorg te maken? Of hoe lees jij zo'n artikel? Daar verwacht ik eerlijk gezegd wel. Ik heb straks al gezegd van die bomen in Weert. Ja, nou ja, die valt daar ook onder. Staat trouwens hier niet in. Maar dat komt door een aanwijsbaar probleem. En andere problemen hebben we het straks vanmorgen even... jouw naam ben ik even kwijt. Erwin? Hebben we een avond er even over gehad over de bomen die hun verplant hebben en andere verplant hebben die er dus matig is tot slecht bij staan. Nou ja, ik kan niet in de bodem kijken, maar ik heb iets met die zwarte grond, denk ik. Ja. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je weet wat er in de bodem zich afspeelt. Die bodem is veel belangrijker als de rest wat er bovenop staat. De bodem is belangrijker, ja. De bodem is veel belangrijker als de rest. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat er nog wel uit de zaal wat vragen zijn. Erwin? De vraag is of er ook nog beluchtingssystemen worden aangebracht. Nee, ik gebruik het nooit. Ik ben wel zo opgevoed, ik heb het allemaal geleerd natuurlijk. Vroeger bij de heiding mijn jongen, dus de enorme bossen met drainlagen in de loods. Gebruikten we altijd en ik gebruik het nooit. Je moet zorgen dat de bodem rond die boom die je plant, die moet gewoon perfect in orde zijn. Die moet luchtig zijn, afgezet worden met palen, dat er niemand doorheen of overheen rijdt. En dat moet zo blijven. En dan heb je dat niet nodig. En als je dus natuurcompost gebruikt, die is uitgewerkt. Dat vraagt geen zuurstof en die moet je door de bodem heen werken. En dan heb ik die drains die iedereen zo graag verkoopt. Ja, dat is niet nodig, maar dan praten we wel. Dat is niet in het stedelijk gebied. Hè. Zit je in het stedelijk gebied, wordt dat natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, dan moet je dat vaak wel doen. Als het toch bestraat wordt. Oké, okay, we hebben een vraag hier achter in de zaal. Als je nou wel de tijd hebt om een tuin voor te bereiden, omdat je weet dat het pas over 2 jaar plaatsvindt, zou je dat dan niet doen? Nee. Zoals met die S-doorn in Breda, dat heb ik toch ook gedaan? Ja, maar zou ik niet doen. Krijg je toch een veel mooiere kluit? Ja, dat lijkt, maar je gaat hem wel een paar keer beschadigen. Ja, het is zo dat je... Maar ploffen, ja, dat zou kunnen van tevoren. Ik heb die eiken, daar stond wel die op het film bij mijn andere eiken bij de TU in Eindhoven. Daar heb ik ook een boom die er heel slecht bij stond. Die was in augustus al helemaal geel. Nou, die heb ik ook van tevoren belucht en bemest. Dat klopt, om te zorgen dat je die boom wel kunt verplanten in de winter. Heb ik sowieso ergens, doe ik dat wel. Maar als die boom gezond is,
dan vind ik dat niet nodig om dat, traject te volgen. Er zijn enorme veel kosten. En ik denk dat die nodig is. Ofwel je kans op aanslaan. Nee, essentieel is dat je die hele kluit meeneemt. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Het is het punt dat je de hele kluit meeneemt. Ga je die kluit kleiner maken, heb je heel iets anders. Ja, dan heb je een heel ander probleem. Het heeft wel een paar voordelen. Hè? Als je hem rondgraaft, dan weet je ook gelijk waar de kabels en leidingen liggen. Hè? Of je nog iets tegenkomt. En ik denk zoiets van... Ja, het heeft wel voordelen. Prima. Nee, dat klopt. Heb je helemaal gelijk. En vandaar dat ik zeg van die eik die in de parkeerplaats stond, daar bij de TU, ja, dat hebben we ook gedaan. Het van tevoren bemesten, beluchten, klinkers eraf gehaald, dat die boom toch nog even gaat groeien. Nou, en dat is keurig gelukt. Volgens mij, toen in Breda nog TFI, heeft die boom nog geplopt. Ja. Ja, maar de fout die ze daar in Breda willen maken met die nazorg, die boom staat weer in het gezon, hè? En daar is gewoon niet goed voor. Geen gras onder de boom. Gras is een sterftekleed van een boom. Ja, het niet meer eens? Zeker. Oké. Okay. Maar als ik het zo samenvat, Willy, zeg jij... natuurlijk, als je bomen op een kwekerij hebt, waar je een klein compacte kluit wil creëren, dan moet je natuurlijk... verplanten. Als je een boom wil verplanten waar je een hele kleine kluit moet maken omdat je hem bijvoorbeeld wil tillen, dan zul je moeten voorbereiden om uiteindelijk, maar in jouw geval zeg je, bij mijn methodiek neem ik eigenlijk die hele groeiplaats mee, zo groot mogelijk. Ja. Want dan heb je het over oppervlaktes van 100 vierkante meter soms. Ja, groter. Of meer. Groter. Ja. Die eik en die drie eiken, het was een kluit van 12 bij 17 meter. Daar praat je ergens over, hè? Ja, dat is 200 vierkante meter kluit. Ja. Dan weet je ook zeker dat het lukt. En dan is ook iedereen tevreden, want die bouwen kan doorgaan, de bomen worden verplant. Ja. Iedereen blij. Ja, en dat is ook de reden dat als je dan aan de zijkant wat grond daar weg ziet spoelen, dat jij zegt, daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Nee. Want daar zet je dus schijnbaar geen wortels. Ja. Oké. Okay. Ja. Hoeveel vierkante meter heb jij op je locatie nodig om de boom te kunnen verzetten? Het is natuurlijk best wel lastig. Bij de TU was het ook lastig. Hè? Het zijn grote machines en die ruimte heb je nodig. Maar ga je met die grote lier werken, dat kost ook ruimte. Ja. Hè? Dan moet je wel dambanden in de grond peren en dat je lieren vastmaken. We hebben bij de TU was het zo dat die bomen staan dicht bij de straat. We hebben op die straat hebben we 1,5 meter hele rand opgelegd. Dan hadden we toch genoeg wat eruit kwam. We hebben daar opgelegd dat die graanmachines op de gele zand konden staan en toen aan de boom getrokken. En later haal je de zand van de straat weer af, doe je netjes vegen en klaar. Ja, dat kan er wel. Nou, in plannen maken en communicatie ben ik niet zo goed in, hè? Dat weten jullie wel, hè? Ik ben meer een doener, ik zeg van de kan en ik denk dat degelijk kosten en zeg het maar. Daar kom je in het handboek bomen niet mee weg, nee. Willem, hè? We zullen een goedgekeurd werkplan moeten voorleggen. Dat klopt, dat is helemaal, maar ik ben bekant 68. Het is wel goed, Chris Meeuwse wilde van mij overnemen en die jongen wordt netjes opgeleid in Velp. Dus ik denk dat die er net al doet, als ik. Ja. Kijk, want ik weet niet of je het ermee eens bent, maar deze methode is met name, denk ik, geschikt voor die bomen die misschien wel wat landschappelijker staan. En in het hoogstedelijk gebied... Ik heb in stad Eindhoven, heb ik verschrikkelijk veel grote bomen verzet. Versleept. Versleept, allemaal versleept. Ja, maar je moet inderdaad behoorlijk wat werkruimte wel hebben. Ja. Ja, nee, maar zit je ook maar kabels. Hè? Zijn ontzettend dikke PTT-kabels, toen dat PTT heette. Ja. En dan moet je op kantoor komen en dan zeggen we, nee, dat kan niet, dat kan echt niet. En dan zegt mijn opdrachtgever van, ja, voor die heb je dan een oplossing? Ik zeg, ja, als ik hem vanavond nog wat dieper leg, dan kijk ik er overheen. Oh, doe dat maar. Gemeente Eindhoven, hè? En dan is de volgende vergadering en dan... En,
En dan vraagt die KPN'er van, en hoe is onze kabel? Oh, niks aan de hand. Niet gezien. Niet gezien, en was de boom dan? Ik zei, jij staat op zijn plek. Maar de vooraf doen ze daar zo onvoorstelbaar moeilijk over. Natuurlijk zijn kabelsleidingen belangrijk en lastig. Hè? Maar ja, daar kun je ook creatief mee omgaan. Er zijn maar weinig bomen die dieper als een meerdere wortelen. Hè? Ja, dan kun je die kabel gewoon wat dieper leggen dat je er overheen schuift. Dan moet je het natuurlijk ook wel weer durven en aangaan. Ik heb in Eindhoven bij het oude Philips gebouw, waar nou Stripe Asset, heb ik twee Aces Saccharinumus getild. Maar die heb ik wel losgesneden in mijn ketting. En tussen de wortels en de glasvezelkabels van Eindhoven zat zo'n stukje. Daar zat bijna niemand op aangesloten, hè? Ja, het zat heel veel. De hele high-tech campus. Heel de high-tech campus had op aangesloten. Ja. Maar dat hebben we wel gedaan samen met KWS, want ik mocht daar niet graven, want ik heb daar geen verstand van. Dus die man die van KWS doet dat wel, hè, die mogen daar wel. Nou ja, en we hebben gewoon die kettingronden doorgetrokken. Snap je dat af en toe mensen het gevoel hebben van dat je een beetje met vuur speelt? Of zie je dat, dan zie je zelfs dat anders? Dat zie ik zelf. Ik snap dat ik misschien net iets verder ga als iemand anders. Maar ja, ik bedoel, je moet je problemen niet opzoeken als ze er niet zijn. Nee. Nee, maar de intentie, dat blijft bij mij ook vooral hangen, is van je wil bomen behouden. Ik wil vooral bomen behouden en ik vind dat het voor zo min mogelijk geld moet kunnen. Hey, die grote S-doorns daar bij het klokgebouw bij Strijp S, hey, die hadden we ook in een dagtijd verplant. En dan praat je over bomen van 90 centimeter doorsnee, ja? En getild met telekraan. Hebben die graafje los met de minigraven met KWS? Ja, want ik mocht dat niet. Nou, trek je een ketting onderdoor dat die boom los staat. En tupske. Ja. Geen probleem. Je hebt nou een mooi verstand gemaakt. Ja, dat is. Ja. Kan ik jou de hand geven, toch? Ja, toch? Ja. Ja, en draag dat dan maar eens over, hè? Waar vind je dat collega-bedrijven die er een andere methodiek op nahouden, soms een beetje te ver doordragen? Ik vind dat ze qua. Ja, wat. Ja, er komt natuurlijk een hoop media bij en tamtam bij. En ze willen vooral goed voor de dag komen en veel geld verdienen. Ik vind dat prima. Maar het gaat mij om de boom verplanten voor zo min mogelijk geld dat iedereen daar wil doen. Kijk, vraag je voor zo'n 3 eiken verplanten €150.000, dan zegt de TU in Eindhoven ook van, zaak maar om. Dat klopt. Zeldzame kwaliteit. Ik heb het. Ja, oké, okay, dankjewel. Nou, mooi gesprek. Ik vind het sowieso heel knap dat je over toch een onderwerp wat misschien best wel gevoelig ligt. Hè. Ik heb ook wel wat voor in de aankondiging wel wat reacties gekregen van mensen die. Ja, die zeiden: dit is niet de methodiek. Hè. Kijk naar hoe we het leren in onze opleidingen. En het staat er een beetje haaks op. Maar ik vind ook dat juist dit de plek is waar we dit soort dingen met elkaar moeten bediscussiëren. In plaats van dat we het allemaal over elkaar hebben, maar dat we gewoon zeggen, nou, hoe doe je dat dan, Willy? En, nou, ik wil er wel iets over zeggen. Ik heb het systeem verkocht aan de firma van Helvoort in 2013. Die hebben met mij zeker 10, 15 grote bomen versleept en die zijn ermee gestopt. Nee, daar wou ze terugverkopen aan mij, dat heb ik niet gedaan. Ja, blijkbaar is het toch een beetje te ingewikkeld om door de grond heen te kunnen kijken waar die plaat ligt en waar die ketting ligt. Weet ik veel. Ja, want ze hebben dus de eerste keer. Jij doet het gewoon. Ik doe dat gewoon. Even centraal, jongens, anders dan kunnen de mensen thuis er straks helemaal niet meer volgen. Ja, dit is TV, man. Nee, ik heb er meegemaakt dat de firma van Helvoort, die ging dus zelfstandig grote boom verslepen. Hadden ze mij niet voor nodig, want ze wisten het wel. Nou, en dan na 2 dagen belt de kraanmachinist, die belt mij. Van, kom je even kijken, want volgens mij gaat het niet helemaal goed. Nou, en het ging dus ook niet goed. Hè? De verkeerde kettingen gebruikte, niet de juiste plaat op de juiste plek. Nou, dat is wel jammer. En dan ben ik 2 uur... Nee, want ik heb dat ontwikkeld. Maar hij is 10, 15 keer met mij mee geweest. Hè? Dan hoor je te weten, denk ik. Oké, maar dat is een mooie discussie. Misschien die we dan juist weer op een ergens anders moeten voeren. Maar
Maar ik kan me wel voorstellen dat als je zegt net de grote bedrijven die veel bomen verplanten. Ik kan me ook heel goed voorstellen, ook in ons bedrijf waar we werken. Ja, dat je bepaalde dingen niet zomaar kunt doen die jij als zelfstandige wel kunt doen. He? Dat je zegt, ja jongens, dit gaat inderdaad misschien wel ook qua veiligheid, richtlijnen, qua risico's. Dat jij een andere inschatting maakt. En dat het ook best lastig wordt als je dat systeem aan een willekeurig ander bedrijf meegeeft. Dat die wel een paar keer denken, ja wacht even. Maar het is zo, de Arbo-wet zit vergeemd in elkaar. Hè? Aan kettingen mag je wel hijsen, maar niet aan trekken. Ja. Ja, wat is het verschil? Tussen hijsen en trekken? Ja. 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 Dankjewel. Maar de Arbo-wet die zegt van nee, je mag er niet aan trekken, je mag alleen maar aan hijsen. Ja, maar zijn dat dan misschien niet dingen waardoor het inderdaad lastig is voor een bedrijf wat je net noemde, omdat... Ja, maar dat is toch heel raar. Het is zo dat wij in de boomverzorging, als wij bomen moeten afbreken, hè, dan moet je in de boom klimmen en de telekraan die komt eraan en... Ja, dan ben jij moe boven en dan kan je alsnog die zware ketting van je telekraan rond die boom doen. Gaat ik met die telekraan mee omhoog? Nee, dat mag niet. Nee. Ja. Dan gaan we naar een ander thema daar gaan wijden. Maar dan moet je iemand anders vragen om hier te gaan staan. Ja. Ja. Nee. Ja, het is, soms is het allemaal heel krom. Ja, dat is toch krom? Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is een beetje wat ik bedoel, ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat ja. Toch meer de maat van de... Ja, dat denk ik ook. Computer 6.0. Computer is daar. Hey. We hebben het gehad over de nazorg. Maar ik ben nog, je hebt dat een en ander over gezegd. Maar heel specifiek, waar bestaat als jij het... mag uitmaken en een opdrachtgever zegt van Willy, kun jij nazorg verlenen? Waar bestaat de nazorg uit en voor wat voor periode? Dat is misschien niet standaard te zeggen, maar... Nou, ik vraag eigenlijk 5 jaar nazorg, hè, waarvan 3 essentieel is. Nou, en dan is het zo dat je dus... de waterhuishouding is natuurlijk heilig. Hè, ik heb al zo ooit gewerkt met een automatisch systeem, hè, wat door Eikenkamp geleverd wordt. Mm-hmm. Hè, en... ja, nou, dan is het gewoon zo dat je die boom monitort. Heel vaak. En dan hou je ontzettend goed in de gaten. Ja, je moet uiteindelijk gewoon die boom... Dat is het risico, denk ik, van al die nieuwe technieken die we hebben. Dat je moet die boom wel zien. Je moet gewoon... Ja, en mijn guts, niet mijn grondboor, maar mijn guts die grond bemeten. Ik heb een guts van 1 meter lang. Nou, die steek je in de grond. En dan kan je de vochtigheid van die grond zien en voelen. En dan is het ook zo dat we daar compost bij doen. Het is zelfs zo dat we er ooit wel pieren bij gooien. Ja. Om de bodemleven maar op gang te krijgen. Het is wel zo dat we wel eens ooit injectenbul van PAC erbij gedaan hebben. Ja, mycorrhiza-producten. Mycorrhiza-producten om de zaak aan de gang te krijgen. En dat helpt. Hoeft lang niet altijd, want die mycorrhizas zijn er meestal wel. Je moet alleen wat te eten hebben. Ja, zeker als je zo'n grote kluit meeneemt. Dan, ja, dat zijn ze toch wel. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat we heel veel onderdelen behandeld hebben van deze methodiek van jou. Ik weet niet of er in de zaal nog meer vragen of opmerkingen zijn. Anders dan stel ik voor dat we gaan afronden. Ja. Heb je wel eens meegemaakt dat je, als je een kluit rondgraaft, zeg maar, denkt van nou, dat is de diepte. En dat je als je gaat vrijtrekken met die ketting, dat je daar ergens halverwege... Ja, ik heb een verplanting in Rotterdam afgeblazen, moest ik 35 eiken verzetten. Dat heb ik niet gedaan, om die reden. Had een collega-bedrijf heeft daar de bomen voorbereid, hè, met folie en mooie compost erbij, 60 centimeter diep. En er waren best wel flinke bomen, dus ik ben dieper gaan graven en ik kwam daar inderdaad het tweede wortelgestel tegen, wat in de klei zat beneden. Hè. Ja, soms als je geen kruid hebt van 10 meter, je graaft hem vrij aan de zijkant. Weet je niet wat er in het midden dieper steekt? Nee. Maar dat gebeurt ook wel eens, toch? Bijvoorbeeld, ja. Ja, dat zou kunnen. Nou ja, tot nog toe heb ik dat niet meegemaakt. Ah. Maar wel daar in Rotterdam heb ik zelf onderzoek gedaan. En nou, daar heb ik afgelaten. Ik zeg, jongens, daar ga ik niet aan beginnen. Nee. Want die heeft gewoon een dubbele kluit. De bovenste 60 centimeter, daar zijn dan vooral de luchtwortels en de voedingswortel van de organische stof die er van bovenaf invalt.
En dan de echte voeding die haalt hij uit de zeeklei die beneden zit. Nou, dat is, ja, er zijn gewoon kluiten van 3 meter. Ja, jongens. Soms heb je het met linnens ook wel eens als ze opgehoogd zijn. Ja, bij linnens heb je ook. Nieuwe worden bekend maken. Ja, dan krijg je dubbele kluit. Dat is veel dieper. Ja, dat is helemaal waar. Nou, en daarom is dat vooronderzoek zo ontzettend belangrijk. Dat je weet waar je mee bezig bent. Ja. En ik heb nog niet meegemaakt dat... Ja, ik heb wel meegemaakt dat ik ze afgekeurd heb, dat ik er niet aan begonnen ben. Maar dat fout gegaan is, heb ik gelukkig niet meegemaakt. Dat je met de ketting nog tegenkwam. Maar dan zie je zeg maar dat die eerste laag, of in het voorbeeld wat jij zegt, dat die eerste laag eigenlijk te weinig wortels zijn voor zo'n grote boom. Ja, dan zie je die boom en dan ga je graven en dan is er voorbereid, 60 centimeter diep. En dan denk je, zo weinig wortels voor zo'n grote boom. Ja, nou, dat kan niet, dan ga je dieper graven. Maar dat is dan weer ervaring. Dat is die ervaring die je hebt, ja. 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 Nou, we gaan afronden. Willy, ontzettend bedankt voor je uitgebreide toelichting. Dankjewel. En jullie allemaal ontzettend bedankt dat jullie hier vandaag aanwezig waren. Ik heb voor jou, Willy, een paraplu. Nu realiseer ik me dat je die paraplu ook al gekregen hebt vanwege jouw bijdrage. En ik denk dat een heleboel van jullie hem gezien hebben. De documentaire over de Iepen in Weidemeren, waar je ook een bijdrage aan geleverd hebt. Was heel leerzaam. Was heel leerzaam met Martje Tijd gehad. Dat was een fantastische ervaring om te mogen doen. Ja, dankjewel. Wederom bedankt. Mooi om te zien dat zo de leden meehelpen om kennis te delen en ervaringen te delen. Volgende maand is er weer een webinar en dan... is het december en dan hebben we weer een fysieke bijeenkomst. Hou de website en social media in de gaten. Daar is Michael verantwoordelijk voor, dus die zal ongetwijfeld iedereen op de hoogte brengen. Samen met Esther, wanneer en waar het de volgende keer over gaat. Volgens mij gaan we het hebben over het verjongen van lanen in december. Dus dat belooft ook een interessant onderwerp te worden. Er staat een drankje klaar. Bas, hebben wij nog andere op- of aanmerkingen? Zo niet, dan nogmaals allemaal bedankt en fijn weekend verder. Geniet van het mooie weer. Dank u wel.